Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Kajoe voelde zich heel erg volwassen toen hij de schoolbus instapte voor een groot avontuur. Kajoe en zijn vriendjes gingen appels plukken in een appelboomgaard. Kijk, een rood blaadje. Ik heb een gele. Zien jullie hoe de blaadjes van de esdoorn van kleur zijn veranderd? Appels doen precies hetzelfde. Als appels van kleur veranderen, kunnen ze geplukt worden. Dit hier is een elstarappel. Hij is rood, hij glimt en hij is sappig. En dit hier is een goudrenet. Die heeft een ruwe schil en is niet zo mooi, maar hij is heel erg zoet. Erik geeft jullie van allebei een stukje, zodat jullie kunnen kiezen welke je wil gaan plukken. Ze zijn allebei lekker, maar ik vind de rode het lekkerst. Ik ook. Vind deze lekkerder. Ik juist die andere. Oké, is iedereen er klaar voor om appels te gaan plukken? Ja, ja, ik ben klaar. Dan brengt Erik ons nu allemaal op een kar naar de appelbomen met de appels. Op een kar? Leuk! Kajoe vond de karretocht geweldig. Moet je al die bomen zien? En moet je al die appels zien? En zien jullie de appelplukkers? Ze gebruiken ladders om bij de appels te kunnen die hoog in de bomen groeien. Oké, klas. Kies een vriendje. De appels moet je heel voorzichtig plukken. Want als je er te hard aan trekt, vallen de andere appels op de grond. En appels die op de grond zijn gevallen, wil niemand. Waarom niet? Deze ziet er toch goed uit? Kijk maar eens goed. Appels die zijn gevallen, zijn beurs. En dan kunnen er insecten in kruipen. Eeuw! De appels in de boom zijn beter. Die hebben geen beestjes. Precies. Kies nu allemaal een boom uit en maak jullie emmertjes maar vol. Wauw, deze heeft heel veel appels. Kajoe vond appels plukken heel erg leuk. Wat een pret. We hebben meer appels dan jullie. Die van ons zijn groter. Wil je een wedstrijdje doen? Ja, kijken wie zijn emmer het eerst vol heeft. Kajoe wilde de appels die hoog in de boom zaten, maar daar kon hij niet zo goed bij. Toen hij de ladders zag, kreeg hij opeens een idee. Mag ik een ladder gebruiken om de grote appels te plukken, juf Martin? Wat dacht je van deze? Dat is precies jouw maat. Jouw beurt.
Spel. Iedereen wint. Wij hebben gewonnen! Wij ook! Wij hebben ook gewonnen! Moet je dat eens zien? Wauw! Wow. Heel stil zijn allemaal. Ze waren appels aan het eten. Hertjes vinden appels het allerlekkerst. Ik vind ze ook het allerlekkerst. Kom op, volgens mij is het tijd om terug te gaan. Juf Martin nam ze mee naar de grote stal waar Erik ze liet zien hoe je appelsap maakt. Dankjewel, Erik. Van appels kun je heel veel verschillende dingen maken. Ik hou van appeltaart. Ik hou van appelstroop. Op een broodje. Wat dacht je van appelflappen? Mm. En jij, Caillou? Wat vind jij het lekkerst? Ik vind appels die zo van de boom komen het lekkerst. Wat een spannende dag. Caillou kon niet wachten om thuis zijn appels te delen met mama, papa en Rosie. Maar hij was nu eerst toe aan een klein dutje. Het muziekkorps van Caillou. Tikki, jij bent hem, Emma. Je kunt me toch niet pakken. Caillou vroeg zich af waar dat vreemde geluid vandaan kwam. Tikki, jij bent hem! Tikki, jij bent hem! Wat is dat? Geen idee. Het geluid werd alsmaar luider en luider. Caillou wilde graag weten wat het was. Oh. Een echt muziekkorps. Wat een leuke verrassing, zeg. Volgende week doen ze mee aan de optocht. Ze zijn vast aan het oefenen. Weet iemand welke instrumenten ze bespelen? Dat is een trommel. Klopt. Dat is een trompet. Wat is dat? Dat is een tuba. En dat is een saxofoon. Caillou keek en luisterde vol bewondering naar het muziekkorps. Hij wilde ook graag marcheren. Vind je het muziekkorps niet te gek, Emma? Ze zijn veel te luid. Marcheren is niet luid. Wil je mee marcheren? Misschien kunnen jullie samen naar binnen marcheren, Caillou. Oké, volg mij maar. T-
Tel maar even tot 4, Caillou. Maar niet te snel. Luister maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké. De rest van jullie moet goed naar Caillou luisteren terwijl hij telt. En dan meelopen op zijn ritme. 1, 2, 3, 4. Maar Sher is leuk. Goed gedaan hoor, jongens. Dat is het goede ritme, Caillou. Gaan jullie nog stoppen met marcheren? Nee! Ik wou dat we een echt muziekkorps waren. Ik ook. Wie wil er nog meer in een echt korps zitten? Ja! Oh, ja, ik! Dan beginnen jullie toch je eigen korps? Ja! Ja! Oh! Maar we hebben helemaal geen trommels of trompetten of een saxofoon. Trommels, trompetten of een saxofoon. Als je je fantasie gebruikt, zijn er genoeg dingen in het lokaal waarmee je muziek kunt maken. Caillou en zijn vriendjes zochten naar dingen die ze als instrumenten konden gebruiken. Dingen die een mooi en luid geluid gaven. Dit lijkt me wel een goede trommel. Wil jij geen instrument hebben, Emma? Caillou herinnerde zich dat Emma niet van harde geluiden hield. Misschien wilde ze liever iets stillers doen. Ik vind je ster mooi. Hij lijkt op de sterren die op de hoeden van het muziekkorps zitten. Echt waar? Dan kan ik voor iedereen hoeden maken. Ja, dan ben jij de hulp van het muziekkorps. Ik maak wel even een riem voor je trommel, Caillou. Bedankt, juf Martin. Nu voelde Caillou zich een echte trommelaar van een muziekkorps. En vindt iedereen zijn hoed mooi? Ja, bedankt, Emma. Emma wil nog één ding doen voordat jullie gaan spelen. Oké, Caillou. Ga je gang maar. Wacht, stop! Caillou vond het geluid dat het muziekkorps maakte niet zo mooi. Misschien zouden ze beter klinken als ze iets langzamer gingen. Ik ga het doen zoals we het eerst deden. 1, 2, 3, 4. Hebben jullie meer ruimte om te marcheren? Hey jongens, ga maar door hoor. Jullie muziekkorps klinkt echt geweldig, Caillou. 1, 2, 3, 4. Caillou en de insecten. Het was een prachtige, rustige morgen bij Caillou thuis.
Popje, popje. Totdat Gilbert besloot op avontuur te gaan. Is er, Jakkie? Oh, dat is maar een spinnetje, lieverd. Spinnen zijn niet Jakkie, Rosie. Ik vind spinnen leuk, want ze hebben 8 poten. Bah. Rosie is niet zo dol op insecten. Maar Caillou wel. Hij wilde Rosie laten zien dat ze interessant en leuk zijn. Misschien zou zij ze daarna ook leuk vinden. Kom mee, Rosie. Ik teken alle insecten die je kent voor je. Misschien verander je dan van gedachten. Oh, wat een goed idee van je. Neem je tekenspullen maar mee naar buiten. Dan kunnen we picknicken. Oké, picknick, picknick. Kom mee, Gilbert. We gaan picknicken. Vind je hem niet schattig? Jakkie, beestjes. Oeh, dat is ook een beestje. En hij is niet Jakkie. Dat is een lieve heersbeestje. Is hij niet prachtig? Lieve heersbeestje. Ik teken wel een lieve heersbeestje voor je, Rosie. Heersbeestje. Wie heeft er al trek? Ikke! Ik! Dank je! Dank je! Gilbert kietelt me! Gilbert kietelt je niet? Hij zit daar op de tafel! Oeh, kijk eens! Rustig maar, Rosie. Dat zijn maar mieren. Die doen je niks. Caillou wist dat de mieren alleen op zoek waren naar eten. Zie je dat ze in een rijtje lopen, Rosie? Zo lopen wij ook altijd de school in na iedere pauze. Oh. Ze nemen het eten mee naar huis en delen het met alle andere mieren. Mama, de mieren gaan naar huis. Inderdaad, liefje. Mevrouw Martin las voor over mieren. Ze zei dat iedere mier een baantje heeft. Sommigen graven tunnels en anderen zorgen voor de kleintjes. Mooi. Wauw, kijk. Hier is nog een beestje, Rosie. Pluisbeestje. Dat noemen ze eigenlijk een rups. Hier. Oh, kijk, een rups. Rupsje, rupsje, kietelt. Wil je weten wat ik heb geleerd over rupsen? Ze gaan slapen en als ze wakker worden... worden het vlindertjes. Vlindertjes. Je houdt wel van vlindertjes, of niet, Rosie? Aha, Rosie houdt van vlindertjes.
Caillou probeerde zich voor te stellen hoe het zou zijn om zo klein te zijn als een insect. Ah, dit ligt lekker. Hallo, mevrouw Lieveheersbeestje. Hallo, mevrouw Mier. Mag ik ook een stukje appel hebben? Dank u. Rosie, waar ben je? Rosie vliegen. Wow. Rosie op een vlindertje. Hier, Rosie. Oeh, vlindertje. Kom op, jongens. Jullie hebben je eten nog niet op. Volgens mij vindt Rosie beestjes nu wel leuk. Mooi. Bedankt dat je ons les gaf over insecten, Caillou. Wat weet je er veel over, zeg? Caillou was trots op wat hij geleerd had op school. En hij was blij dat hij zijn zusje kon vertellen over allerlei beestjes. Lieve, lieve rups. Kijk, Gilbert. Gilbert bange poes. Volgens mij is Gilbert niet zo dol op beestjes, Rosie. Niet zoals wij. Gekke Gilbert. Gilbert. Het bouwavontuur van Caillou. Mama, kunnen we ook boterhammen met jam maken? Dat is mijn lievelingseten. Is goed, Caillou. Caillou vond het leuk om zijn moeder te helpen. En vandaag waren ze een heleboel boterhammen aan het maken. Mag ik het doen? Zo, hij is klaar. Wat goed zeg. Dan snij ik hem wel doormidden. Kijk, nu zijn het er twee. Twee driehoeken. Oh nee hoor, het is nog geen etenstijd. Dat is vast een speciale Caillou aardbeienjamboterham. Zal papa hem voor je in de doos doen? Zo, wat veel. Laten we maar snel gaan. Ze hebben veel werkers nodig om het huis te bouwen. Mag ik dan mee? Ik wil ook een huis bouwen. Het spijt me, Caillou. We zijn straks heel druk aan het werk. En er is daar niets voor je om mee te spelen. Maar je hebt ons al goed geholpen door lekkere boterhammen te maken voor de werkers. Caillou wilde nog steeds erg graag met papa en opa mee. Hij wilde helpen met het bouwen van het huis. Misschien kan Caillou toch wel even met jullie mee. Ik breng eerst Rosie naar oma toe. En daarna kan Caillou met mij mee als ik jullie de lunch kom brengen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Joepie, laten we gaan. Joepie, laten we gaan. Papa, opa en een heleboel andere mensen waren een huis aan het bouwen voor een gezin dat geen huis had. Caillou vond het heel erg spannend. Hij wilde dolgraag zien wat iedereen aan het doen was. Even wachten, Caillou. Veiligheid is heel erg belangrijk hier. Daarom dragen we werklaarzen om onze voeten te beschermen. Ik heb ook mijn werklaarzen aan. Goed zo. We hebben ook helmen om ons hoofd te beschermen. Welke wil jij hebben? Ik wil helpen. Je kunt me helpen door deze spijkers te dragen. Oké. Deze plek kan heel gevaarlijk zijn, Caillou. Je moet goed opletten en heel erg voorzichtig zijn, oké? Hoezo? Nou, je wilt niemand voor de voeten lopen terwijl ze aan het werk zijn. Blijf maar gewoon bij mij en opa in de buurt. Caillou was wel een heel klein beetje bang. Maar hij voelde zich veilig zolang hij maar bij papa en opa in de buurt bleef. Hij vond het leuk om de mensen te zien werken. Hallo, zal ik u een handje helpen? Tot straks. Hoi Sam, dit hier is mijn zoon Caillou. Leuk om je te ontmoeten, Caillou.
Ik kan wel wat van die spijkers gebruiken. De mijnen zijn op. Oh, alsjeblieft. Dank je. Ik heb ze nodig om deze muur af te maken. Daarna tillen we hem omhoog, oké? Caillou vond dit helemaal niet op een muur lijken. Wil je helpen, Caillou? Aha. Dan mag je tot drie tellen. Dan beginnen we allemaal tegelijk met tillen. 1, 2, 3, tillen! Wauw, het is echt een muur. Met heel veel gaten erin. Dat hebben we zo weer opgelost. Als iedereen helpt, is ons huis helemaal klaar voor je het weet. Het gezin van Sam gaat hier wonen als het huis klaar is. Kijk, daar loopt de zoon van Sam. Misschien heeft hij wel zin om te spelen. Hoi, ik ben Caillou. Ik ben Frankie. Help je ook mee? Caillou was heel blij dat hij mocht helpen. Hij voelde zich een echte huizenbouwer. Caillou? Caillou? Ik denk dat we nu wel genoeg grind hebben. Fijn dat je zo hard hebt gewerkt. Gaat dit echt je nieuwe huis worden? Ja, nu wonen we in een appartement. Maar als het huis klaar is, krijg ik eindelijk mijn eigen kamer. Wil je hem soms zien? Papa, mag ik de nieuwe kamer van Frankie zien? Alsjeblieft? Tuurlijk, maar ik ga wel met jullie mee. Denk eraan, we moeten voorzichtig zijn hier. Dit is hem. Mijn kamer. Joepie! Wat is hij groot! En dit wordt straks mijn raam. Vanaf hier kan ik de hele straat zien. Dit gaat een hele mooie kamer worden, Frankie. Daar heb je mama! Je weet wat dat betekent. Etenstijd! Dankjewel. Jam! Oh, daar ben ik gek op. Ja, ik ook. Caillou vond zijn nieuwe vriendje Frankie erg aardig. Dat ziet er nat uit. En het is ook zacht. Kijk. Zeg, wat zijn jullie aan het doen? Ik heb een idee. Jullie hebben geholpen met het huis, dus laat een teken achter. Misschien een handafdruk? Oké, Caillou. Het is tijd om te gaan. Kijk, mama. Mijn handafdruk. Dag, Caillou. Kom je bij me spelen als mijn nieuwe huis klaar is? Oké, dag. Caillou wilde heel graag naar Rosie en oma toe, zodat hij ze over zijn grote bouwavontuur kon vertellen. Caillou en de grote glijbaan. Het was een prachtige zomerdag en de moeder van Caillou bracht hem naar school. Woesh! Caillou, wat ben je daar aan het doen? Ik ben een berg aan het beklimmen en dan glij ik weer helemaal naar beneden. Oh, dat is erg avontuurlijk van je. Je bent vast ontzettend dapper. Precies. Zoef. Nou, meneer de bergbeklimmer, we zijn er. Goedemorgen. Ben je klaar om naar het zwembad te gaan, Caillou? Ja! Ik zie je straks weer. Veel plezier. Dankjewel. Dag, mama. Caillou had erg veel zin om te gaan zwemmen. Hij deed niets liever op zo'n warme dag. Brood,
licht. Dan moeten we stoppen. Heel goed, Caillou. Groen licht. We mogen oversteken. Inderdaad. Goed bij elkaar blijven. Kom op. Wie het eerste bij de schommel is. Caillou is dol op schommelen. Zo hoog als hij kan. Oké, allemaal. Het is tijd om te gaan zwemmen. Yeah! Ik ben gek op zwemmen. Ja. Kijk, Caillou. Een leuke glijbaan. Dit is Marie, de badjuffrouw. Zij gaat ons vandaag helpen. Zorg dat je goed naar haar luistert en doet wat ze van je vraagt. Dit wordt een gek! Raad eens wat ik ben! Een vis! Ja, kom op, we gaan van de glijbaan! Caillou vond de glijbaan er een beetje eng uitzien. Wow! Nu jij, Clementine. Woehoe! Ga je gang, Leo. Yay! Blup, 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 blup. Goed, Caillou. Klim er maar op. Dat was zo gaaf. Ik wil nog een keer. Caillou vond de glijbaan wel erg hoog. Hij wist niet zeker of hij wel naar beneden wilde glijden. Caillou? Het geeft niks als je niet omlaag wilt glijden. Je mag ook weer naar beneden klimmen. Ben je wel eens van een glijbaan geweest? Nee. Het kan de eerste keer een beetje eng zijn, maar misschien vind je het wel leuk als je het probeert. Weet je, ik vond de schommel vroeger een beetje eng. Echt waar? Het leek me maar griezelig om zo hoog te schommelen. Ik schommel juist graag superhoog. Ja, dat weet ik. Ik zag hoeveel plezier jij en Leo hadden. Ik vond schommelen ook leuk toen ik het probeerde. Dus misschien vind jij de glijbaan ook wel leuk als je het een keer probeert. Wat zeg je ervan? Oké. Caillou was nog steeds een beetje bang. Maar hij wilde graag de glijbaan nog een keer proberen. Het gaat hartstikke goed, Caillou. Het is de moeite waard. Let maar op. Op de ladder probeerde hij zich voor te stellen dat hij een hoge berg beklom. Daar gaat hij. Nou, en of. En vond je het leuk? Ja. Raad eens wat ik ben. Blip, blip, blip. Ik heb heel veel armen.
Ben je een octopus? Ja! Zullen we nog een keer van de glijbaan? Oké. Ik wil er wel een miljoen keer vanaf. Ik wil er wel een miljoen miljard keer vanaf. Hoi, Caillou. Hoi, mama. Ik durfde vandaag niet van de glijbaan te gaan. Maar juf Martin zei dat ik er een leuk avontuur van moest maken. Caillou vertelde zijn moeder alles over de hoge glijbaan. Dus ik deed net alsof ik een hele grote berg beklom. En toen was ik niet bang meer. Oh, net zoals je vanochtend in de auto deed. Oh, wat ben je toch een dappere bergbeklimmer. En nu durf ik er wel een miljoen, miljard, triljard keer vanaf. Caillou de Schilder. En hier is er nog één. Caillou hielp mama met de was sorteren. Hij moest de sokken bij elkaar zoeken. Beige bij beige. Jij bent er echt heel erg goed in, Caillou. Dit is de laatste. Alsjeblieft. Ik heb nog een grijze sok nodig. Hij ligt niet in de droger. Misschien zit hij nog in de wasmachine. Oh, kijk, daar is hij. Oh, nee toch. Die vlek is niet uit het overhemd van papa gegaan. Nou, dan moet ik hem helaas maar weggooien. Mama, mag ik hem hebben? Ja, natuurlijk. Dan maak ik wel de mouwen wat korter, want anders struikel je nog. Ik kan mijn handen niet vinden. Dank u. Kijk, papa, ik heb je overhemd aan. Mama heeft de mouwen afgeknipt. Dat lijkt wel een schildershemd. Een schildershemd? Oma komen? Inderdaad. Oma belde net en ze komt hier lunchen. Mag ik iets voor oma schilderen in mijn schildershemd? Natuurlijk mag dat, Caillou. Dan zetten we de schilderspullen in de achtertuin. Oma komen! Zullen wij samen een mooie bloem voor oma gaan plukken? Ja, mooie bloempje voor oma. Even wachten, lieverd. Eerst wat zonnebrand. Dan mag je naar buiten. Caillou wist dat je zonnebrand op moest doen als je naar buiten gaat op een zonnige dag. Jij moet ook wat zonnebrand op doen. Ik doe het zelf. Oh, dit is dus ook nog een zonnehemd. Kom je mee, Caillou? Dan pakken we de schilderspullen. Alsjeblieft, alles staat klaar. Caillou kon niet wachten om te beginnen met zijn schilderij. Hij wilde iets heel bijzonders maken voor oma. Hey, Gilbert. Zeg, hey, ik probeer hier te schilderen. Ik ga een schilderij van jou maken, Gilbert. Wat vind je van een mooie roos? Wil je graag een lelie? Oké. Bloempje voor oma. Caillou was blij met zijn schilderij van Gilbert, maar hij wilde iets mooiers maken voor oma. Ik ga een schilderij maken van Rosie. Rosie! Caillou was ook blij met zijn schilderij van Rosie, maar het was nog steeds niet wat hij oma wilde geven. Caillou vond het moeilijk om te beslissen wat hij voor oma wilde schilderen. Waar wacht je op, Caillou? Wat zal ik schilderen, mama? Wat dacht je van een boom? Ik wil heel veel kleuren gebruiken. Wat kan ik schilderen dat heel veel kleuren heeft? Je kunt een abstract schilderij maken. Abstract? Abstract. Dat betekent dat je iets schildert dat niet echt bestaat.
Je mag alle kleuren gebruiken en alle vormen schilderen die je wil. Zoals cirkels en driehoeken en sterren. Natuurlijk, wat je maar wil. Dat abstracte schilderen leek Caillou wel leuk. Wat een prachtig kunstwerk, Caillou. Die vindt oma vast geweldig. Dank je wel. Ik heb op papa's hemd gekliederd. Oh, dat is toch helemaal niet erg. Op schildershemden mag je juist kliederen. Daar kan je aan zien hoe hard je gewerkt hebt. Lekker kliederen. Ja, op je hemd wel, ja. Maar je moet wel je gezicht en handen nog even wassen voor we aan tafel gaan. Mooi bloempje. Hallo allemaal. Hoi, hey, kom binnen. Oma. Oh, wat zonde, Rosie. Deze bloem was voor u, oma. Je hoeft niet te huilen, Rosie. Ik weet wat we kunnen doen. Kijk, we doen de bloem in plastic. We leggen er een paar boeken op. Dan persen we hem. En dan blijft hij nog heel lang heel prachtig. Kijk, vind je hem niet mooi? Bloempje voor oma. Dank je, Rosie. Hij is prachtig. Hé, oma. Ik heb dit voor u geschilderd. Maar dat is schitterend. Dank je, Caillou. Oh, welke kant is nou boven? Ik weet het niet. Dan is het een extra speciaal schilderij. Want je kunt hem op verschillende manieren bekijken. Echt waar? En nu hebben we twee prachtige kunstwerken. Oh, u bedoelt drie. Gilbert is ook een kunstwerk. Geen zijwieltjes meer. Wat ben je aan het doen, papa? Ik ga de ramen aan de voorkant wassen. Mag ik helpen? Natuurlijk. Caillou is gevallen. Die emmer is een beetje te groot voor jou om te tillen, Caillou. Hier, til jij deze maar. Dan til ik de emmer. Dat is goed. Zo, we zijn klaar. Dat hebben we goed gedaan. Vind je ook niet? Zeker weten. Bedankt voor je hulp, Caillou. Wordt die fiets steeds kleiner of wordt mijn kleine meid steeds groter? Hè? Ja! Rosie, nu grote meid. Moet je mij zien, papa? Jij wordt ook al heel groot. Hoi, Caillou. Heb je zin om te gaan fietsen? Mag ik mee? Tuurlijk. Mag ik ook met jullie mee, Sarah? Goed dan. Ik ben er klaar voor. Dat is een driewieler, papa. Je hebt toch gewoon je eigen fiets?
Caillou vond het jammer dat hij minder snel kon fietsen door zijn zijwieltjes. Papa, mag ik proberen te fietsen met zonder extra wieltjes, net als Sarah? Weet je zeker dat we je zijwieltjes er al af kunnen halen? Mag ik het proberen, papa? Alsjeblieft! Ik heb heel lang rondgefietst met mijn zijwieltjes, Caillou. Ik heb ze er echt nog maar net afgehaald. Ik ben al een grote jongen, zie je? Ik heb geen zijwieltjes nodig. Goed dan, we gaan het proberen. Maar je moet heel goed oefenen en geduldig zijn, hoor. Op twee wielen fietsen is niet makkelijk. Kunnen we naar huis gaan en ze er meteen afhalen? Doen we. Caillou fantaseerde dat hij kon fietsen zonder zijwieltjes en dan wedstrijdjes deed met de volwassenen. Zeg, Caillou, waar ga je heen? Je ging zo snel dat je de bocht hebt gemist. We moeten daarheen. Kom op, Caillou. Goed zo, Caillou. Je kunt het wel. Ja! Wauw. Papa, niet loslaten. Phew. Misschien moeten we eventjes uitrusten en strakjes verder gaan. Ik ben nog niet moe, papa. Oh. Mama, moet je zien. Caillou. Caillou snapte niet waarom het niet lukte om te fietsen zonder zijn zijwieltjes. Volgens mij is mijn fiets gewoon een beetje moe. Kom mee, Rosie. Dan gaan we wat droge kleertjes aantrekken. Caillou, wil jij Rosie helpen met haar schoenen? Dan neem ik de telefoon even op. Kom maar, Rosie. Nee, ik het doen, Caillou. Dat is de verkeerde voet, Rosie. Ik het doen. Je hebt je schoenen verkeerd om aangedaan. Ik zal je helpen. Nee, ik het doen. Ik een grote meid. Rosie is gevallen. Volgens mij klopt er hier iets niet, schatje. Laat eens kijken. Fietsen zonder zijwieltjes is best moeilijk, toch? Waarom lukt het me niet? Misschien ben je er gewoon nog niet klaar voor. Net als Rosie met haar schoenen? Ja, er komt een dag dat zij zelf haar schoenen goed kan aantrekken. Net als dat jij straks lekker op je fiets door de hele buurt kan scheuren. Misschien moet ik de zijwieltjes er toch op laten, al is het maar voor even. Ik denk dat dat een goed idee is. Want weet je wat het is? Als het zover is, dan merk je het vanzelf. Hoi, Caillou. Heb je zin om te gaan fietsen? Maar jij gaat veel te snel voor mij. Dat geeft niets. Deze keer ga ik niet op mijn fiets. Ik heb nog maar net leren skileren, dus ga je niet te snel? Maak je maar geen zorgen, dat doe ik niet. Wat is er zo grappig? Je hebt zijwieltjes nodig, papa. Je fietst veel te snel. Oh. Volgens mij heb je gelijk, Caillou. Oh. Oh. Waar had ik het gelegd? Wow.
heb een nieuwe auto, Gilbert. De deuren kunnen open en de kofferbak ook. Caillou speelde graag met Gilbert onder de keukentafel. Het was zijn eigen rustige plekje midden in de drukke keuken. Rosie, gelukt! Goed gedaan! Waar is Caillou? Ik dacht dat hij bij jou was. Gilbert, stil! Oh, als Caillou er niet is, dan ga ik Jason en Jeffrey wel helemaal alleen halen. Hier ben ik, mama. Ik ga wel mee. Oh, fijn. Heel even dacht ik dat ik zelf met Jason en Jeffrey in het park moest spelen. Die twee kan ik in mijn eentje niet aan. En bovendien, ik weet nooit wie wie is. Jason en Jeffrey zijn een eeneiige tweeling. Ze lijken precies op elkaar. Maar Caillou kon ze toch uit elkaar houden. Tenminste, het lukte af en toe. Ik ga mijn nieuwe auto aan ze laten zien. Dag, Rosie. Dag, Caillou. Dag. Hoi, Caillou. Hoi, Jason. Ik heb een nieuwe auto. Wil je hem zien? Graag, maar ik ben Jeffrey. Ik ben blijkbaar niet de enige die jullie moeilijk uit elkaar kan houden. Dat geeft niets. We zijn het gewend. Wij hebben ook nieuwe auto's. Zullen we een wedstrijdje doen? Ja, leuk! We gaan vanaf hier. En dan is hier de eindstreep. Vroom, vroom. Heeft iedereen zijn auto? Op de plaatsen? Zijn jullie klaar? Af! Ik ga! Caillou, mag jij met je auto op de tafel spelen? Dank je. Wauw! Lekker! Dank je, mama. En u ook bedankt. Dank u wel. Dank u wel. Het is een mini-paraplu. Mag ik die meenemen? Ja hoor, dat mag je zeker. Kijk, die vogel heeft ook trek in een ijsje. Volgens mij is jouw ijsje lang niet zo lekker als de mijne. Yummy. Kunnen jullie zo nog wel lopen of moet ik jullie naar buiten rollen? Mag ik jouw parapluutje ook, mama? Natuurlijk. Kijk eens. Wie het eerst bij de voordeur is. Rennen! Snel! Hé, hey, wacht op mij! Gewonnen! Zullen we dat nog eens doen? En dan zal mijn mama aftellen. Op je plaats. Klaar voor de start? Af! Oh. Gewonnen, gewonnen! Kom mee, Caillou. We moeten weer naar huis toe. Tot ziens! Dag, Jason. Dag, Jeffrey. Dag, Caillou. Dank je wel. Oh! Caillou had zijn vader gemist. Hij kon niet wachten om te vertellen wat hij allemaal gedaan had. Hoi, papa. We zijn met Jason en Jeffrey naar het park gegaan. En een autorace gedaan in de zandbak. En toen hebben we ijs gegeten. En ik heb iets voor je.
Ah, oh, wat lief. Rosie ook. Rosie wil ook een paraplu. Het spijt me, Rosie, maar hij is een beetje te scherp voor jou om mee te spelen. Wacht maar, Rosie. Ik heb iets anders waar je mee kunt spelen. Weet je mijn supergave auto nog? Caillou wist opeens niet meer waar zijn auto gebleven was. Mama, ik ben mijn auto kwijt. Weet je nog waar je hem voor het laatste had? Caillou probeerde zich te herinneren waar hij was geweest. Ik weet nog dat ik ermee ging spelen in het park. En na het park gingen we een ijsje eten. Ijsje! Rosie wil ijsje! Ik weet dat ik hem in de ijswinkel nog had, omdat ik er daar niet mee mocht spelen op de tafel. Inderdaad. En toen gingen we naar het huis van Jason en Jeffrey. We renden naar de voordeur en... Volgens mij had ik mijn auto niet meer bij het huis van Jason en Jeffrey. Dus de laatste keer dat ik mijn auto had, was in de ijswinkel. Kunnen we hem daar gaan zoeken, mama? IJsje! IJsje! Oh, waar is hij nou? We moeten gewoon nog even zoeken. IJsje! IJsje! Oké, Rosie, het mag. Zijn jullie soms hier naar op zoek? Mijn auto! Dank u wel. Hij lag nog op de bank. Ik hoopte al dat je nog zou weten waar je hem vergeten was en hem op zou halen. Caillou was heel trots dat hij nog wist waar hij zijn auto had achtergelaten. Ik wist het nog! Ik wist het nog! Caillou wist je nog! Kapitein Caillou! Caillou zat ongeduldig te wachten op zijn opa. Ze gingen vandaag samen naar het park. Hoi, opa! Hallo, Caillou. Ben je klaar voor een hele bijzondere dag in het park? Ja! Wat is er zo bijzonder? Wat gaan we dan doen? Wat zit er in die doos? Rustig. Je ziet het vanzelf als we in het park zijn. Caillou was heel erg nieuwsgierig. Hij wilde zo graag weten wat er in de doos zat. Ik zou maar snel gaan. Hoe sneller jullie in het park zijn, hoe sneller je erachter komt wat erin zit. Ja, kom mee, opa. Dag, papa. Kom nou. Oh, wacht op mij. Caillou en opa gingen met de bus naar het park. Caillou vond het heerlijk om met de bus te gaan. Maar hij wilde ook nog steeds heel graag weten wat er nou in die doos zat. Zeg nou wat er in die doos zit, opa. Ik geef je een hint. Het is iets waar je mee kunt spelen in het park. Is het misschien een voetbal of een vlieger? Caillou bedacht wat er allemaal in de doos zou kunnen zitten. Wacht eens even. Dat zou best kunnen. Nee, het is geen helikopter. Oh, opa! Al gauw kwamen ze aan bij het park. Is het een teddybeer? Nee. Is het een echte beer? Oh, ik hoop van niet. Caillou vond het heerlijk om naar de bootjes in de vijver te kijken. Kijk, ze houden een race. Oh, hadden wij nou ook maar een... Ik weet het, het is een zeilboot. Zelf gemaakt. Vind je mooi? Ja. Kan hij ook echt varen? Daar komen we snel achter. Al gauw lag hun bootje ook in het water.
Caillou vond het heel erg spannend dat hij van opa het bootje mocht besturen. Ik laat hem varen. Dat klopt, kapitein Caillou. Maar wel voorzichtig, hè. Als je hem te snel laat draaien, kan die omslaan. Zullen we racen tegen de andere bootjes, opa? Oh, dat winnen we vast. Tuurlijk. Caillou fantaseerde dat hij een echte kapitein was op een echte boot. Hallo daar, kapitein Caillou. Hoi. Mijn boot is sneller dan alle andere boten. Ik ben sneller dan de vissen. Ik ben zelfs sneller dan de vogels. Mijn boot is de snelste boot ter wereld. Ben je klaar voor de wedstrijd? Ja! Ik vaar hem wel even naar de startplaats. Hoi, Caillou. Hoi, Emma. Dat is Emma. Die zit bij mij in de klas. Zullen we dan een wedstrijdje met haar doen? Haar bootje is die rode daar. En dat jongetje daar heeft een groene boot. Ik denk dat wij gaan winnen, opa. Dat zou kunnen. Maar vergeet niet, het allerbelangrijkste is dat je lol maakt. De finish is aan de andere kant van de vijver. Klaar voor de start en... af! Mijn boot is sneller dan jouw boot. Ik dacht het niet, hoor. Kom op. Caillou wilde de wedstrijd heel erg graag winnen. Dus liet hij zijn bootje nog iets sneller varen. Voorzichtig, Caillou. Niet te snel. Kijk, we winnen! Sneller, sneller! Oh, nee. Oh, dat is jammer. Volgende keer beter. Caillou voelde zich schuldig omdat het bootje van Emma door zijn bootje was omgeslagen. Sorry, Emma. Oh, dat geeft niks. Ik kom hier elk weekend varen met mijn papa en mijn bootje valt echt iedere keer om. Valt hij echt elke week om? Ja, het is heel moeilijk om hem rechtop te houden, maar het is nog steeds heel erg leuk. Ja, het is heel erg leuk. Hier is je boot, Emma. Gaan jullie nu eventjes samen de winnaar feliciteren? Oké, opa. Toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. En teleurgesteld dat je de race niet hebt gewonnen? Eerst wel een beetje, maar ik ben nog steeds kapitein Caillou. Ook als ik niet win. Wil je de volgende week zaterdag weer kapitein zijn? Ja! Volgende keer ga ik niet zo snel, want dan valt het bootje niet om. Dat is een uitstekend idee, kapitein Caillou. Schip ahoy!